In eerste instantie dacht ik, nee, ik ga er niet in. Gewoon, nee. Maar ik denk, wat zijn al die mensen nou te drogen? Maar je wordt dus best wel nat in dit spookhuis. Als ik mijn hartslag moet geloven, dan ben ik dood gegaan in deze, denk ik. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Mijn naam is Niels en vandaag gaan wij samen naar een nieuw Halloween-event in Bobbejaanland vandaag. Ja, en ik zal even mijn zonnebril afzetten, want dit is een van de events die wel heel erg vroeg begint, maar ook heel vroeg is afgelopen. Dus we starten met daglicht en op een bijzonder tijdstip voor ons. Dat klopt. Halloween begint hier al om 2 uur 's middags en is om 9 uur 's avonds al afgelopen. Maar dat is ook maar op 5 momenten. Ja. Er zijn veel meer avonden dat ze Halloween hebben, maar dan is het elke keer maar tot 5 uur of zelfs tot 6 uur. Dit is eigenlijk een van de weinige 5 avonden dat we ook echt een avondopenstelling hebben. Dat noemen ze een nocturne. En er zijn 7 spookhuizen, 4 scarezones en een hele berg aan shows. Dus ja, laten we maar gewoon beginnen, want we moeten een hoop doen. Genoeg te doen, ja. Oké, we zijn begonnen met Monastery en dat was dus met nonnen. Ja, het stond echt in het teken van nonnen. Maar vanaf begin tot eind en alles waar ik aan denk, aan eng en nonnen, dat kwam naar voren. Ik vond hem echt goed. Ja, dat is heel goed. Ik vond hem echt heel goed. Er zat hele mooie aankleding in, maar er zaten ook heel veel acteurs in en heel veel scares. Ja. En wat je hier merkt, hè, je komt in Bobbejaanland, alles draait gewoon, het is daglicht. Ik bedoel, het is nu 4 uur. En dan kom je daar en er staat er gewoon een personeelslid zo van... Gewone kleding. Je gaat naar binnen. Ja. En je staat naar binnen en je komt gelijk in die wereld. Ja. En de decors zijn goed vormgegeven. En ze wisselen af. En je hebt dan in één keer een vloer die heel vaag onder je voeten voelt. En zoveel poppen ook. Maar je weet niet of ze echt of nep zijn. Nee, dat doen ze heel veel. Je weet gewoon niet wanneer het echt of nep is. Gewoon, ook naast de acteurs ook veel technische scares. Dus ik vond het echt een goed huis. Ja, ik ben echt een aantal keer echt super goed geschrokken. Ja, en nou ik ook. En we gingen maar met z'n tweeën. Ja. En dat was echt super, want daardoor krijg ik wel meer het hele gevoel van eng. En... Ja, zeker. Die grote groepen vind ik altijd heel waardeloos. Wij hebben vandaag een horrorpas, die kost €59. En dan heb je eenmalig toegang tot alle huizen, zonder te wachten. En ik hoop eigenlijk dat we heel de avond dus met z'n tweeën mogen. Maar ik hoop het ook. Ik kan me niet voorstellen, maar... we mogen niet filmen naar huizen, dat heb je waarschijnlijk al gemerkt. Maar goed, daar hebben we wat voor, want we hebben natuurlijk de hartslagmeter om te bepalen hoe eng het is, ja of nee. En hoe eng was deze? 123. Dat is een goed begin. Ik heb events gehad waar die überhaupt niet op 123 gekomen is. Nee. Dit gaat een leuke avond worden. Ze zeggen dat dit het beste Halloween event van België is. Daar gaan we achter komen. Maar als dit de trend van de avond wordt, ja. Komt goed. Ik heb er zin aan. Ik heb een voorproefje of naproefje. Naproefje. We zijn net in de Texas Butcher geweest. En jij hebt dus wat meegekregen. Ja, jij ook. Ja, ik ook. Ja. Het zijn vleeskruiden. En dat is wel grappig, want er staat echt een THT op. Dus je kan ze nog echt gebruiken. Oh, dus ook echt? Oké. Okay. Nou ja, wel een leuk souvenirtje. Absoluut, ja. Nou, Texas Butcher was dus een beetje classic Halloween. He, je komt dus echt bij een verknipte slager aan en uiteindelijk ben jij gewoon degene die geslacht wordt. Hij was niet slecht. Hij was wat korter. Ja, hij was wat korter. Ik heb niet ontzettend veel schrikmomenten gehad, dan moet ik zeggen. Die laatste kanon, die was hartstikke goed. Ja, ik schrok echt weg. Op het moment dat je ziet een bord uitgang, je denkt ik ga er nu uit. En toen we eruit kwamen, toen was er dus gewoon nog één. En dan geen klassieke kettingzaag, ik ren even achter je aan, maar gewoon echt een goede scare. Ja. Dat was echt superleuk. Ik zag wel heel veel van dezelfde trucjes die ik in het eerste huis ook zag. Dus ik hoop niet dat ze dat in alle huizen gaan doen. De zachte vloer, de tralies waar die doorheen kwam. Ja. Dus dat soort dingen zag ik wel weer terug. Maar alsnog, ik vond het wel een tof huis. Maar wat zei je hartslag? Mijn hartslag? Ik ga even kijken. 117. Oké, dat is dus iets minder. Iets minder. Maar goed, ik vond dit voor €7 best oké. En ik wil wel even zeggen, het spel... Kanonnen. Ze speelden heel goed en overtuigend. Ik vond dat denk ik het beste aan het huis. Ja, maar dat vond ik bij de eerste ook wel.
Ja, was leuk. Ik ben gewoon nog steeds duizelig. Zo, dat was niet dat brilletje dat je hier kreeg, dat werkte perfect. Dat deed je goed. We komen net uit Bazaar Bizar en dit is een clownspookhuis. En dan zou je zeggen, clowns hè, dat is altijd jouw favoriet. Maar deze was wel echt bizar. Ja, ze hebben hier denk ik ook niet zozeer heel erg ingezet op hoeveel acteurs ze hebben. Want dezelfde acteurs kwamen echt continu terug. Overal waren deurtjes, luikjes, dingetjes, dat je denkt... Jij weer? Wat doe je hier? Ik denk dat ik al 3 of 4 keer geschrokken ben door dezelfde acteur. Echt, dat is heel slim aangepakt. En ons laten verdwalen in het spookhuis zelf was ook wel tof. Maar inderdaad gewoon werken met licht en elementen en 3D-effecten. Gewoon door die bril. Ja, want je krijgt dus een 3D-bril op en daardoor lijkt alles te bewegen. En dat desoriënteert je zo bizar. En ik vond hem echt, op die manier vond ik hem echt heel tof. Ja, ik moet zeggen, ik heb hem echt goed vermaakt in deze. Wow, ik ben echt oprecht nog steeds duidelijk. Want eindig je door een tunnel en die is mijn partij lijp. Als daar geen handgrepen in gezeten hadden, dan was ik echt ongevallen. In eerste instantie dacht ik, nee, ik ga er niet in. Gewoon, nee. Maar ja, je moet wel. Ja, echt heel bizar. Ja. Wat heeft jouw hartslag gedaan in dit huis? Mijn hartslag, ik ga eens even kijken. 126. Dat is tot nu toe de hoogste van de avond. Ha. En dat is best bizar. Maar ja, clowns, hè, dat is wel jouw favoriet. Ja, ik denk het ook. En weet je wat ook wel is? We gaan hier tot nu toe continu met z'n tweeën naar binnen. Ja. En geloof me, hoe kleiner die groep, hoe meer het doet met je angstlevel. Ik vind dat is echt fantastisch. Lekker met z'n tweetjes, dan heb je toch echt goede scares. Niet dat al die groepen de scares weer wegpakken. Kom, ga gauw verder. Ja. Dat was de volgende, Corp Pest Control. Nou ja, als ik mijn hartslag moet geloven, dan ben ik dood gegaan in deze, denk ik. Jouw hartslag was in deze? 140. 140? Klopt dat ook? Nou, volgens het apparaatje wel, maar zo voelde ik me niet, laat ik het zo zeggen. Nee, ik vond deze kwalitatief ietsjes minder. Ja. Ik vond de aankleding vond ik wat goedkoop ogen. En het spel was ook iets minder overtuigend. Goedkoop, maar wel doeltreffend. Met het idee, met het verhaal dat ze hebben, had ik wel zoiets, oké, het komt wel over. Ook al is het goedkoop, het kan wel over. Ja. Maar dat is mijn mening. Maar... Moet ik wel zeggen, die kerel aan het begin, die ons zeg maar, instructies gaf, die gaf mij zo'n ongemakkelijk gevoel. Misschien was daarom mijn hartslag 140. Nou, dat... Maar heb je gezien hoe goed jij aan jou kon aankijken? Zonder te lachen. Van... Ja. Zonder te lachen, zonder te knipogen. Ik ga geen sterrenwedstrijd met deze keer spelen, want daar is hij echt te goed in gewoon. Nou, we zijn dus bij een bedrijf geweest en die doen ongediertebestrijding. En ze hebben een nieuw middeltje op de markt gebracht en wij mogen eventjes achter de schermen kijken. Alleen, dat gaat natuurlijk niet helemaal goed. En uiteindelijk breken er allemaal gemuteerde dieren los en ja, die gaan achter je aan. Ja, ik vond deze iets minder dan de rest, maar alsnog, hè, op zich, hij was wel lekker lang. Ik heb zo gelachen om dat ene masker van die acteur. Dat was een soort octopus-achtige, maar elke keer als ik hem zag, had ik echt zoiets. Ik ben echt hilarisch. Hij was zo schattig. Hij had echt van die hele grote, wijde oogjes, dat ik dacht, ik vond hem leuk. Ja. We hebben net een van de topsprookhuizen van vanavond gedaan en dat is Alice in Horrorland. Ik zeg topsprookhuis, want dat is een beetje wat mij verteld werd. Vond je dit een topsprookhuis? Ik vond de decors op zich wel, ja, je kreeg wel een goede vibe. Was op zich wel aardig goed gelukt, maar ik was niet echt qua angst of nee, ik vond het niet zo eng. Nee, aankleding vond ik wel heel tof. Er zaten ook wat goede technische scares in. Vooral als je bij de koningin komt, daar zaten wel wat toffe elementjes in. Was ook leuk gespeeld, dat stukje. Ja, was zeker leuk gespeeld. Daarom zeg ik, het spel vind ik van alle acteurs echt supergoed hier vanavond. Dat moet ik wel even zeggen. Ja, daar mogen echt wel voor opstaan. Dat is echt wel een dingetje hier. En elk huis tot op heden krijgen we gewoon echt een privé ritje, ja, zeg maar. En dat ja, vind ik ook echt, hier, echt...
Maar heel opmerkelijk, want het is een van de laatste avonden hier en in de gewone rij stond niemand en in de speedypass rij stond iedereen. Ja, dat is heel gek. De speedypass rij is langer dan de gewone rij. Maar en met iedereen bedoel ik 6 mensen. Ja, we nemen dit op 3 november en op 11 en 12 november is er ook nog een Halloween hier in dit park. Alleen geen nocturne, dus niet avondopenstelling. Volgens mij zijn ze namelijk tot 5 uur open, dus dat is natuurlijk wel heel jammer. Ja. En niet alle huizen zijn open. Maar tot nu toe, alle huizen die ik nu gedaan heb, die zijn er wel open. Die vind ik wel heel goed. Ik wil dus zeggen, en je krijgt wel waar voor je geld. Ik bedoel, je hoeft niet lang te wachten hier. Nee, maar dat is misschien... En je krijgt de alone experience, want het is niet super druk. Ja, misschien hebben wij toevallig geluk. Ik weet het niet, maar... Maar hey, wat heeft je hartslag gedaan in het huis? Ik zal eens even kijken. 109. 109, ja. Dat is wel de laagste van de avond, hè? Ja, die is niet al te best. Nee. Maar ik was ook echt niet... Oprecht niet gechoqueerd, bang, iets. Het was meer vermakelijk en ik heb echt vooral om me heen zitten kijken naar de bloemetjes en het decor. Dat was wel tof. Ja, een beetje Traumatica vibes. Decors waren super, scares iets minder. Ja. We komen net uit Wrecked, dat was de nieuwste van dit jaar. Wat vond jij ervan? Wauw, wat een decor, hè. Echt heel gaaf. Heel mooi. Ja, echt, het decor was echt waanzinnig. Daar zit echt een hoop geld in. Ja, zeker. En ik kwam er nat uit. Ja, er zit water in mijn shirt. Ja. Bij de uitgang staat dus een droger. En die komt omdat Terra Magma zit hiernaast, word je ook heel nat in. Maar ik denk, wat zijn al die mensen nou te drogen? Maar je wordt dus best wel nat in dit spookhuis. Want halverwege loop je dus onder een watergordijn door. En ik wel dacht, mooi, een thema. Ja, en iets wat ik nog nooit eerder gehad heb in een spookhuis. Nee, inderdaad. Ik dacht, oh, die zetten ze wel uit tegen de tijd dat je er bent. Nee, je gaat er gewoon dwars doorheen. Maar ik vond hem echt thematisch, echt super mooi. Maar er zaten ook echt heel veel scares in. Ja. Ik ben echt heel vaak geschrokken. Vooral aan het begin ga je door een aantal van die zeilen heen. En ze bleven maar komen van alle kanten. Ja, ja. En dat eerste boegbeeld ook heel mooi. Heel mooi. Mooi gedaan. Ja. En dat ze je er dan ook naartoe lokken. En dan op die manier je te pakken krijgen. Super leuk. Ja, ik vond hem heel tof. Wat vond jouw hartslag hiervan? Mijn hartslag, die zei... nat. 117. 117, ja. Ook bij deze dacht ik wel weer, er zit heel veel budget in de aankleding en wellicht iets minder in de scares. Al moet ik zeggen dat ik qua scares toch ook nog best een paar keer goed geschrokken ben. Zeker, maar ik vond die vent op het begin, wauw, heb je eens even goed naar hem gekeken met dat oog? Ja, zijn grim. Wauw. Ja, heel vet, heel echt vet. Heel tof. Ook deze, top notch. Ja. We hebben er nog maar één te gaan. Helaas, het gaat heel hard. We hebben net ons laatste spookhuis gedaan en dit was Yummy. Yummy, ja. Klinkt het heel leuk en vrolijk toch? Ja, nou, het is dus gebaseerd op een Vlaamse film, een zombie slash film uit 2018. Wij hebben de film niet gezien. Ken ik denk, als je de film had gezien, had je een hoop verwijzingen gezien. Nou, het gaat dus over een kliniek in het Oostblok voor plastische chirurgie en er zit een chirurg die het heel goed kan, alleen ergens gaat het toch een beetje mis. En dat hebben wij ervaren. Nou, heel goed, dat ging niet naar binnen, denk ik. Nee, heel veel zombies, maar goed, dat is ook gebaseerd op die film. Ik vond de decors wederom echt top. Fantastisch. Echt super goed gedaan. En wat ik ook leuk vond, je hebt het inderdaad over, hè, het is Oost-Europees. Maar die vrouw die ons onthaalde binnen, die had ook echt zo'n accentje. Ja. Op een gegeven moment gebruikte ze ook bepaalde woorden om aan te duiden inderdaad dat ze toch uit het oosten komt. Ja, dat vond ik wel leuk eigenlijk. Ja, maar op een gegeven moment zei ze inderdaad ook dat en dat soort dingen. Dat was heel tof. Ik vond vooral de technische dienst heel sterk. Ja, nou, ik dacht echt even, je had het aan mij verkocht hoor, dat die erbij hoorde. Op een gegeven moment zaten er twee gasten op de grond een lampje te vervangen. Ik zeg, kijk, dit is nou echt de storingsdienst, die gaat gewoon door tijdens een zombie-apocalypse. Het was dus echt letterlijk de storingsdienst die een lampje aan te vervangen was. Ja, dat had ik even niet door. Maar goed, maar het moet en ook dan was gebeuren. Er nog echt kapot, dus daar hadden ze ook al even gelijk. Ja. Daar moest even naar gekeken worden. Ja, maar uiteindelijk vond ik dit best een tof spookhuis. Wat vond je hartslag? Mijn hartslag?
134. Zo, 134. Is niet de hoogste, het is de ene hoogste. Bizar, echt bizar. Dit was het laatste spookhuis. We gaan nog niet over tot de conclusie. Want we gaan eerst nog even kijken in alle scarezones. Want daar zijn we net een beetje snel doorheen gerend. Want laten we eerlijk zijn, scarezones in het daglicht is eigenlijk net zo deprimerend als regen in een dierentuin. Daar wil je gewoon niet blij van. Nou goed, nog even wat huishoudelijke mededelingen. Er zijn een aantal nocturnes en dat zijn er maar 5. En dan is het park dus tot 9 uur 's avonds geopend. Er zijn nog veel meer Halloween dagen in Bobbejaanland. Alleen is het park dus maar tot 5 uur open of tot 6 uur. Dat verschilt een beetje. Tijdens de nocturnes gaan de spookhuizen al om 2 uur 's middags open. Dus dat is een stuk eerder dan dat je gewend bent. En de entree van het park is ongeveer 44,90 als je het aan de kassa koopt. En 39,90 als je het online koopt. Spookhuizen zijn om en nabij rond de 10 euro. De meeste zijn net iets goedkoper. En het zijn er 7 om precies te zijn. En ze hebben 4 scarezones. Nou, je kunt hier dus ook met kleine kinderen naartoe. Overdag hebben ze ook wat kinderactiviteiten. Dat is niet heel erg veel. Maar 's avonds heb je dus ook een anti-monster amulet. En een anti-monster amulet kan je bij elke shop krijgen. En kan je ook bij de infobalie krijgen. En dat houdt dus de monsters op afstand. En deze is ten opzichte van andere parken helemaal gratis. Dus dat is natuurlijk wel heel erg fijn. Het Halloween event loopt van 7 oktober tot en met 12 november. Dus dat is wel heel erg lang. En naast alle huizen hebben ze natuurlijk ook nog heel veel entertainment. Overal verspreid door het park. Met name in de scarezones. Uiteindelijk wordt het park zo meteen afgesloten met Inferno. Een vuurshow. En deze is een kwartiertje voor sluit. En voor de echte feestbeest hier heb je dus ook Epic Party. Dit vinden we dus in The Land of the Legends bij Fury. Er staan meerdere DJ's gewoon een keihard feestje te maken hier. En ik moet heel eerlijk zeggen, het is best gezellig. En we eindigen de avond met best wel een beetje een negatieve ervaring. Ja, het was een beetje jammer. Een beetje verloren geld. Ja, wij dachten, we gaan een rondje lopen en we gaan nog één keer in Fury. Hè? Een van de achtbanen hier. Er stond 45 minuten wachttijd. Die tijd hadden wij niet. Nee. Dus we hebben een speedypas gekocht en die kostte 16 euro voor 2 personen. En uiteindelijk hebben wij 26 minuten in de rij gestaan. Ja, en even ter verduidelijking. Als je speedypas koopt, staat erbij direct instappen. Ja. Direct is bij mij niet 26 minuten, hè? 5 minuten is game, maar 26 is een hoop. Dus we hebben een hoop gemist op het einde. Ja, wij hebben dus niet meer de scarezones kunnen doen en we hebben ook niet de eindshow gezien. Nee. Dankzij Bobbejaanland. Daar ben ik echt niet blij mee. Maar ja. Nee. Maar we hebben een deel van de eindshow gezien. Ja, ergens vanaf een afstandje. Ja. Het zag er leuk uit, ja. Van in de verte. Ik had je het heel graag willen laten zien. Maar ja, met dit beleid over de speedypassen, nee, het is echt not oké. Echt niet. Oké. Dat gezegd hebbende, laten we even terugkijken naar het Halloween event, want dat vond ik dus wel heel goed. Ik wil het zeggen. Ik heb me echt onwijs vermaakt en ja, van de 7 spookhuizen vond ik ze bijna allemaal wel gewoon goed. Ja. Ik vond de eerste die we deden, Monastery, vond ik de beste. Ver uit, ja, voor mij ook ver uit de beste. Gewoon de sfeer die hing, het gevoel dat ze creëerden, de aankleding. Fantastisch, ja. Geweldig huis. Inderdaad, nou. Op zich wel jammer dat we begonnen zijn met Monastery. Ja. Die was gewoon echt ver uit de beste. Was echt de beste. Ja. Vonden wij dan, hè? Dat is een persoonlijke mening. En tuurlijk, er zaten echt andere huizen in die ook echt heel erg leuk waren en goed aangekleed. Maar daar had ik echt helemaal, ik had hem helemaal te pakken. Ik vond die echt fantastisch. Ik vond hem ook leuk. Nou, wat ik al zei, hè, het kostte ongeveer 59 euro voor een speedypas. Hebben wij toevallig vanavond niet nodig gehad. Maar ik kan me voorstellen dat het best druk kan zijn. Ja. En het is maar een paar euro extra ten opzichte van als je het los zou kopen. Dus waarom niet? Ik vond de scarezones daarentegen wel een beetje matig. Maar het was ook niet heel druk vanavond in het park.
En ja, ik weet niet, maar ik had niet echt een lekker gevoel over die skerzone. Nee. Er waren heel weinig acteurs. Je voelt die sfeer niet. Er is weinig aankleding verder in het park. Ja. Dus je hebt niet zo'n Halloween vibe. Het wordt alleen niet doorgetrokken door heel het park. Je hebt echt hele stukken die denkt, hier gebeurt echt letterlijk helemaal niks. Nee, exact. Dat vind ik wel jammer. Maar goed, al met al een best goed event. En ik weet niet of het het beste event van België is, want dit was eigenlijk ons allereerste Halloween event in België. Ja. Op Paradise daarna. Op Paradise daarna. Dat is op zich wel leuk, ja. Vond je dit nou ook leuk? Geef dan even een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op ons kanaal. En ik ben ook wel benieuwd, wat vind jij van de Halloween events in België? En welke moeten we echt gaan bezoeken? En wil je nou Halloween events zien in België waar we wel geweest zijn? Check dan even deze video hierboven. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.